Het is alweer 2:15 en ik had eigenlijk een kwartier geleden bij onze andere locatie moeten zijn, waar ik een training meegeef aan ouders en kinderen rondom opvoeding. Dus ik ga even opschieten, zodat ik toch nog redelijk op tijd ben. Die dacht gewoon niet, ik kan het niet. Ik had dat voor deze ook als voor die jongen zo. De instelling waar ik stage loop maakt deel uit van een hele grote organisatie, waar dus nog andere instellingen bij horen. Een van deze biedt regelmatig trainingen rond het thema opvoeding aan aan ouders en aan kinderen. Ik heb besloten om een van deze trainingen mee te volgen, zodat ik kan kijken hoe andere instellingen in onze organisatie werken. Aan het begin van een training splitsen we de groep op. De ouders gaan naar één ruimte en de kinderen naar een andere. Vandaag hebben we samen met de kinderen gekeken wie er allemaal om hen heen staan. We hebben samen geknutseld en spelletjes gedaan en zijn zo te weten gekomen wie dat voor hun belangrijk zijn, zoals hun ouders en hun vrienden. Ook al loop ik mijn stage hier in België, ik heb nog veel contact met het Windesheim. Eén keer per maand moet ik terug voor de lessen en vandaag heb ik bezoek van 15 studenten van het Windesheim voor een werkveldbezoek. Dit was mijn stagedag. Het is nu 6:00 en ik ben net thuisgekomen. Het was vandaag een drukke dag, maar zeker ook een hele leuke dag. En ik hoop dat ik jullie daarmee een inblik heb kunnen geven in het stage lopen.